We moeten deze verhalen aan elkaar vertellen en elkaar inspireren om te zorgen dat er echt iets verandert in onze houding ten opzichte van dieren. Want die is goed fout, laten we daar duidelijk over zijn. Ik bedoel, de filosoof Peter Singer, die zegt, die ik ook uitgebreid bespreek in mijn boek, die zegt, we zullen later met schaamte terugkijken op hoe wij dieren hebben misbruikt. Als we eenmaal zien wat dieren voor wezens zijn, als we dat eenmaal onder ogen durven zien, zoals we nu met schaamte terugkijken op de slavernij waar we mensen misbruikten. En ik geloof absoluut dat het waar is. Alleen voor mij moet dat proces wel een beetje versneld worden. Want het gaat om miljoenen en miljoenen dieren elk jaar weer. En ik vind dat zijn zulke verschrikkelijke aantallen. Als mensen omkomen in zulke aantallen, dan gaan we allemaal met z'n allen rouwen. En dan vinden we dat verschrikkelijk, terecht. Maar bij dieren staan we er totaal niet bij stil. Dat is absurd. Ja, als je daar even over nadenkt, dat is echt absurd.